In deze film ga ik wat meer kijken richting de fotografische stijl zoals Rembrandt schilderde. En voordat we daar echt mee aan de slag gaan, wil ik eerst wat meer uitleggen over Rembrandt. Rembrandt is een van de grootste schilders die we in Nederland ooit gekend hebben en hij deed op grafisch gebied verschillende dingen. Zo maakte hij schetsen zoals je hier ziet. En wil je dat effect op je foto hebben? Dat kan. Daar heb ik eerder al een keer een filmpje over gemaakt. Klik even op de link om dat te zien. En naast schetsen maakte hij ook etsen. Ik heb me nog steeds niet verdiept in Photoshop hoe ik dit effect eigenlijk gewoon een keer mooi kan doen. Ga ik nog wel een keer doen. En we kennen natuurlijk het meeste van zijn schilderwerk. En dat is ook hetgene wat we in dit filmpje gaan behandelen. Waar viel het schilderwerk van Rembrandt nou door op? Voornamelijk door zijn spel tussen donker en licht. En hij was niet de uitvinder van deze techniek, dat, dat was eigenlijk al voor zijn geboorte gedaan. Schilders als Caravaggio en Titiaan waren daar uh, belangrijke grondleggers in. Maar Rembrandt wist het wel mooi te perfectioneren. En omdat hij zoveel maakte en veel van zijn schilderijen bewaard zijn gebleven, is hij ook gewoon onder andere daardoor wereldberoemd. En natuurlijk, hij kon wel het een en het ander. Maar je kunt misschien proeven uh, uit mijn opmerkingen dat ik niet helemaal weg ben van Rembrandt. Ik hou meer van bijvoorbeeld Caravaggio. Een mooi spel tussen dat donker en licht, dat is bijvoorbeeld de anatomische les van dokter Nicolaas Tulp. Door het licht op de gezichten te laten schijnen en op het lijk gaat de aandacht ook meteen daar naartoe uit. En door donkere kleding te gebruiken, hier bij de twee leerlingen aan de linkerkant of bij dokter Nicolaas Tulp zelf, komt de aandacht eigenlijk niet daar. En dat spel van donker en licht, dat zorgt er dus voor dat de aandacht blijft bij datgene wat Rembrandt voor ogen had. Daarnaast nog wel details in de achtergrond bijvoorbeeld. Je hebt hier in de achtergrond nog een doorgang. En hiervoor staat nog een groot lesboek. Nou, dit is een schilderij, dat maakte Rembrandt toen hij 26 jaar was. En het kenmerkt zich ook omdat het gewoon heel fijn gedetailleerd is. Je kunt bijvoorbeeld in de baarden en snorren uh, van de mensen de haren bekant tellen. Een schilderij op veel latere leeftijd: dat is het Joodse bruidje. Toen was Rembrandt 61. En je hebt nog steeds dat spel van donker en licht. Het licht valt echt op de armen hier. En op de gezichten en in de achtergrond, deze plant bijvoorbeeld, vangt veel minder licht en daardoor ook veel minder aandacht. Maar je ziet qua schilderstel: is het een heel stuk grover. Rembrandt was bij dit schilderij 61 en je ziet echt een verschil tussen een jonge en een oude Rembrandt. Maar dat even terzijde. Vandaag ga ik me in dit filmpje dus bezighouden met eigenlijk een soort lichttoning in het filmpje. Niet zozeer met de schildertechniek die we naproberen te gaan bootsen, het gaat even echt gewoon puur om het licht. De foto's waar ik mee aan de slag ga, die komen uit deze shoot. En deze shoot is uit, ik moet even spieken, 11 januari 2014. Als ik de foto's even wat groter maak, dan kun je ze ook wat beter zien. Met een van deze foto's ga ik dus zometeen aan de slag. Maar voordat ik hiermee in Photoshop aan de slag ga, is het dus belangrijk dat je dus in de studio al het een en het ander goed gedaan hebt. Je moet eigenlijk zorgen dat je licht gewoon op orde is. Verlicht je dit model gewoon heel egaal uit. Ja, dan zul je natuurlijk in Photoshop heel veel werk krijgen. En het eigenlijk gewoon nooit meer echt netjes kunnen doen. Dus in dit geval, laat ik gewoon even de foto uit gaan zoeken waar ik mee aan de slag wil. Dat gaat deze worden. Dan zien we hem ook groter. Met deze foto ga ik aan de slag. Om even terug te komen op dat verhaal in de studio, je moet zorgen dat je licht op de foto al in orde is. Ik heb aan de linkerkant een grote softbox gehad en die zorgde ervoor dat het licht voornamelijk op de arm en het gezicht valt. En dat is waar ik het licht eigenlijk ook wilde hebben, daar moet de aandacht op liggen. Aan de andere kant stond een reflectiescherm, zodat het model niet helemaal in het donker wegvalt. Er valt nog een klein beetje licht terug hier op haar arm. En op die manier heb ik de foto gemaakt. En dat is wel belangrijk dat je dat in de studio eigenlijk al gewoon een aardig en goed doet. Dan hoef je in Photoshop eigenlijk alleen nog maar accenten te verharden of te verzachten. En heb je een heel stuk minder werk. Ik maak hem een klein beetje koeler. En ik open de foto vervolgens in Photoshop. Er zijn verschillende stappen die ik ga doen. En de eerste die ik ga maken, dat is een kleuraanpassing. Dat ga ik doen middels een aanpassingslaag. Dat vind je hieronder bij het zwart-witte bolletje. En ik kies dan voor selectieve kleur. Ik ga niet in de rode tinten werken, maar ik werk in de grijstinten. tinten. En wat ik ga doen, ik ga er magenta uittrekken. En er zijn geen absolute waarden voor. Je moet dat een klein beetje op gevoel doen. Maar zeg dat je ergens rond de 20-25 uit gaat komen. En dit doe ik dus in de kleur grijs tinten. Dus dit doe ik over de gehele foto. En vervolgens pas ik van dit filter de dekking aan, totdat ik weer een klein beetje kleur terugkrijg. Het tweede filter wat ik toe ga passen, dat is kleurbalans. En ik werk in de middentonen en ik draai er wat geel in. En ook een klein beetje meer magenta. Op zich denk je misschien van, ja, maar dat verandert nou toch niet zo gek veel. Nee, dat klopt. Maar heel subtiel zit er wel een verschil in. In het eerste filter selectieve kleur heb ik er dus kleur uitgedraaid in alle eh, niveaus. Dus donkere partijen, middenpartijen en lichtere partijen. En met het filter kleurbalans draai ik er weer magenta en geel bij terug, maar dan wel alleen in de middentonen. En omdat Photoshop op zich vrij netjes werkt, blijft daar wel een mooi verloop in. Maar je ziet bijvoorbeeld hier in de donkere stukken op haar arm dat het allemaal daar wat minder is. En dat vind ik op zich wel fraaier. Ik sla heel even mijn foto op, want in een eerdere sessie crashte mijn Photoshop en het zou zonde zijn als ik gewoon weer opnieuw moet beginnen. Wat ik vervolgens ga doen, dat is een techniek die heet doordrukken en tegenhouden. En met doordrukken en tegenhouden ga ik bepaalde delen donkerder maken en bepaalde delen lichter maken. En dat doe ik ook nog steeds met een aanpassingslaag, zodat we eventueel altijd nog terug kunnen. En de aanpassingslaag in dit geval heet curve. En deze curve trek ik gewoon wat donkerder. Maakt even niet uit hoe donker je hem trekt, al trek je hem gewoon helemaal dicht. Dat kunnen we later altijd nog aanpassen. Het nadeel is alleen, nu is mijn hele foto donkerder. En dat is weer niet de bedoeling, ik wil dat zelf gaan bepalen. Dus zorg dat je masker geselecteerd is, dat kun je zien omdat er dan witte hoekjes omheen staan en druk op Ctrl-I om een wit masker zwart te maken. Je foto springt weer terug naar normaal, want overal waar het masker zwart is, daar is het effect van de curve niet te zien. Ik zorg dat wit mijn voorgrondkleur is en ik pak een kwast. En ik pak een lekker grote kwast en ik zet daarvan de dekking op 10%. En dat kun je doen door hierboven een aanpassing te maken of gewoon op de 1 te drukken. En vervolgens ga ik zachtjes over de donkere delen bij mijn model heen. En ook door de deken. En het is misschien wat lastig te zien, het is allemaal heel subtiel. Maar die donkere delen die worden daarmee dus iets donkerder. En zoals je bij Rembrandt hebt gezien, dingen die donker zijn vragen minder de aandacht. Speel met de grootte van je kwast. Zoom ook gewoon een keer in. Zodat je preciezer kunt werken. Nou, je ziet dat het allemaal niet zo fraai is. Maar dat komt omdat onze curve behoorlijk hoog stond. Zet ik die curve nou een stukje lager, dan valt het allemaal wat minder op. Ga je nu te ver, maak zwart je voorgrondkleur. Zet je dekking op 100%. En schilder gewoon weer over die delen heen. En het wordt weer ongedaan. Met de X kun je wisselen tussen zwart en wit. En met een nog lagere dekking ga ik hier in het gezicht nog een paar accenten doen. Zet ik dit nu even uit, dan zie je dat er een goed verschil is. En vervolgens maak ik nog een laag curve aan en deze maak ik juist lichter. Ik draai mijn masker weer om en vervolgens ga ik heel subtiel over de lichtere delen heen schilderen. En je moet hier niet alle lichte delen pakken, maar alleen de dingen waarvan je zegt van daar mag iets meer aandacht naar uit. Ik zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om de arm hier aan de linkerkant van de foto ook weer donkerder te maken, als je denkt van hij vraagt net iets te veel aandacht. Nou, zo heb ik wel een aardig spel. Deze twee lagen zet ik even samen in een groep, dus ik hou de Ctrl ingedrukt en ik selecteer ze allebei en ik druk vervolgens op Ctrl G. Om ze in een groep te zetten, dubbelklik op de naam, doordrukken en tegenhouden. En op die manier kan ik hem gewoon, als ik hem uitzet of aan, dan zie je goed het verschil. Dus je ziet, de aandacht valt echt gewoon op het gezicht. En de rest van de foto is inmiddels wat minder nadrukkelijk aanwezig. Volgende aanpassingslaag die ik ga maken, dat is kleurtoon en verzadiging. En ik trek er gewoon een klein beetje verzadiging uit. Ik maak nog een aanpassingsslag. En dat wordt in dit geval het fotofilter. En dat fotofilter wordt een warm filter. Je hebt er drie. Warmingfilter 85, LBA en 81. En welke je kiest, dat maakt eigenlijk niet zozeer uit. Je kunt ook gewoon hier op de kleur klikken en zelf een warme kleur kiezen. En je kunt de dichtheid wat bepalen. Ik wil wel de lichtsterkte behouden. Dus nu krijg ik dit effect. En vervolgens ga ik daar. Je kunt spelen met de dichtheid, of je kunt spelen met de dekking. Dat maakt even niet uit. Eventueel kun je je kleur nog een klein beetje aanpassen. Laat ik een wat lichtere kleur kiezen. En wat meer verzadiging. En dat zet een beetje een toning over mijn foto. Vervolgens ga ik nog een vignet aanbrengen. Als ik bijvoorbeeld even terug ga naar het Joodse bruidje. We willen dus echt gewoon het licht eigenlijk een beetje in het midden van het schilderij hebben en niet zozeer in de hoeken. En dat gaan we doen middels een vignet. Dat vignet dat doe ik weer via curve en ik trek hem gewoon een verzoenlijk stuk omlaag. Nou, het hoeft niet actief te zijn in het midden. Dus ik pak mijn Selectiekader en in dit geval uh, moet je de muis even ingedrukt houden, want hij zal waarschijnlijk op rechthoekig selectiekader staan, maar je moet ovaal selectiekader kiezen en ik trek er gewoon een vignet overheen. Als ik hem loslaat heb je deze selectie. Wil je hem aanpassen met je selectie actief, druk op Ctrl-T, het transformatiegereedschap komt erbij en je kunt hem gewoon aanpassen. Je ziet wel dat er ook iets in je masker gebeurt, nou geen probleem. Dan passen we het nog zo aan. Heb je je selectie gemaakt, dan kun je hem hierboven bevestigen of op Enter drukken. En kom je dus zo terug. In de cirkel moet het effect van de curve dus geen effect krijgen. Dus daar moet het masker zwart zijn. Nu is het daar wit. Dus met Ctrl I keer ik het om in mijn selectie. En buiten de selectie moet het dus zwart zijn. Dus ik wil eerst mijn selectie omdraaien. Dat doe ik met Ctrl Shift I. En je ziet. De buitenkant is nu geselecteerd en het cirkeltje in het midden is er eigenlijk af. En dit mag allemaal in één keer wit worden. En wit is mijn voorgrondkleur in dit geval. Dus ik druk op Alt-Backspace om te vullen met de voorgrondkleur. En ik druk op Ctrl-D. En ik heb opeens een mooi vignet eromheen liggen. Alleen de overgang van donker naar licht die is vrij hard. En die kan ik nog zachter maken. Dat kun je doen met Gaussiaans vervagen op het masker. Maar er is een makkelijkere manier. Je kunt hierboven bij eigenschappen op het masker icoontje klikken. En dan heb je daar gewoon de doezelaar staan. En wat dan gebeurt is de overgangen worden zachter. Nou, dit is op zich al fraaier. En eventueel kun je nog gewoon met de curve spelen om dingen wat minder hard te laten maken. En ik kan ook nog gewoon los in dat masker tekenen. Dus ik pak weer een kwast, maak zwart mijn voorgrondkleur, zorg dat de dekking op 100% staat. Maak de kwast wat groter en ik ga er hieronder gewoon langs. En ook nog een klein stukje hierboven, zodat ik zeker weet dat het vignet daar geen effect heeft. En op deze manier heb ik dus gewoon met lagen, zeg maar, een Rembrandt-achtige stijl gemaakt in mijn foto. Ik snij hem eventueel nog gewoon een keer opnieuw uit naar een beter kader. Iets als dit vind ik denk ik fraaier. Om nog even het origineel te laten zien. En wat ik er uiteindelijk van heb gemaakt. Ik blijf die warme tint houden. Dat is ook een tint die kwam je dus ook gewoon wel tegen in bijvoorbeeld schilderij als dit. En ik heb gewoon een groter spel tussen donker en licht gemaakt. Onder andere door dat vignet wat er omheen zit. Als ik dat nog even uitzet. Zie je dat daardoor echt gewoon de aandacht meer op het model blijft. En mijn doordrukken en tegenhouden heeft best geholpen. En ook mijn kleurtoning heeft een groot verschil gemaakt. En ik heb daar dus eigenlijk gewoon niet veel werk mee gehad. Belangrijk is dus dat je bij het fotograferen al een zo goed mogelijke basis krijgt. En dat je daarmee in Photoshop eigenlijk gewoon de accenten kunt versterken of verzwakken op een vrij snelle manier. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei.